De gasprijzen in ons land moeten marktconform worden gemaakt om smokkel te voorkomen. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei gisteren voor de aanvang van de Raad van Ministers te weten dat er gascilinders worden gesmokkeld naar Frans-Guyana. Ik weet wel dat er wordt gesmokkeld. Ik wil geen uitspraak doen of het op grote schaal is of niet. Omdat ik weet dat de standaarden die in Frans-Guyana gehanteerd worden ten aanzien van de gascilinders enigszins verschillen van de Surinaamse standaarden. Wel vindt er een zekere mate van smokkel plaats. Dus de Marowijne rivier als grensrivier, de Lawa rivier, we praten over kilometers lange rivieren, is moeilijk te controleren. Wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat onze prijzen hier marktconform zijn en dat je daardoor dan smokkel in elk geval niet in de hand werkt. Abiyamofo gaf ook aan dat de energiebedrijf in Suriname, de EBS, groot verlies leidt door het huidig subsidiebeleid van gas. De momenteel gehandeerde subsidie voor gas is in tegenstelling tot de gemaakte afspraken. Want nu uit de inkomsten van stroom betaalt EBS de gasrekeningen. En nu is dat boven de 200 miljoen. Maar we zijn bezig ermee. Gisteren heeft EBS gepresenteerd wat de stand van zaken is ten aanzien van gas. En binnenkort zal ik die presentatie dus verzorgen voor de Raad van Ministers, de regeringsraad. En dan zal de regering een besluit moeten nemen van wat zal met de gasprijzen gebeuren. Gaan we blijven subsidiëren of gaan we zeggen van stapsgewijs toch wel richting marktconforme prijzen.